bij Buitenschot. Het bijzondere van het park is dat we met een landschappelijke inrichting door middel van heuvels die we weer hebben aangelegd in een bepaald patroon, dat we daarmee dat geluid meerdere malen zeg maar, weer kaatsen, waardoor het uiteindelijk afneemt tot een niveau wat niet hinderlijk is voor de bewoners. Met deze wallen willen we uiteindelijk een geluidsreductie tot stand brengen van 10 decibel. En dan zitten we onder de pijngrens. En dat is een buitengewoon belangrijk punt om de komende periode te halen. Ook als het gaat om de structuurvisie van die Mainpoort Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer zal er blijvend gekeken worden als het gaat om maatregelen om die concurrentiepositie van dit gebied, het belang van de economie, maar ook aan de andere kant die balans tussen die rust en die natuur en dat landschap, hoe we die kunnen bewaren. De gemeente Haarlemmermeer heeft meegewerkt omdat wij met dit project ook uiting kunnen geven dat de leefbaarheid in de directe omgeving van Schiphol de gemeente aan het hart gaat. En dat er een groot belang is om daar in met elkaar goede acties te nemen om te zorgen dat je die leefbaarheid vergroot en anderzijds ook meer begrip voor elkaars positie weet te creëren. We hebben hier iets neergezet wat uniek is in de wereld. Dit is nog nergens vertoond. We hebben er heel lang over gedaan, in goed overleg overigens met de gemeente en de bewoners om dit te realiseren. En nu staat het echt geweldig.